De verwerkingsinstallatie Silva staat in Dessel, op de terreinen van Niras, uitgebaat door Belgoproces. We nemen u mee doorheen de installatie en laten u zien hoe de verwerking van laag radioactieve afvalstoffen er in werkelijkheid aan toe gaat. Afval uit kerncentrales, ziekenhuizen, laboratoria, industrie- en onderzoekscentra worden hier aangevoerd per vrachtwagen. De 200 liter vaten en kubieke meter containers met het ruwe afval worden met een heftruck afgeladen. De vaten en containers krijgen een streepjescode opgeplakt. De streepjescode is de sleutel die toegang geeft tot alle gegevens over het afval. In de loop van de verwerking wordt dit aangevuld met nieuwe gegevens. Zo weet men achteraf van ieder afgewerkt vat wat erin zit, hoe het verwerkt is en dat het eindproduct voldoet aan de kwaliteitseisen die door Niras worden gesteld. Eens de verpakkingen op de rollenbaan staan, worden ze gewogen en gecontroleerd op straling en uitwendige besmetting. Na het inlezen van de streepjescode weet de computer welk soort afval van welke producent in de installatie aanwezig is. Bovendien kunnen we iedere verpakking doorheen de verwerkingscyclus nauwkeurig volgen. Van hieruit worden de verpakkingen met het afval overgebracht naar de bufferopslag. Deze biedt ruimte voor 2 tot 3 weken werkvoorraad. Het is van hieruit dat het afval vertrekt voor verdere voorbehandeling en verwerking. De kubieke metercontainers met brandbaar afval worden met een lift naar de eerste verdieping gebracht. Daar aangekomen wordt de verpakking overgeladen in de sorteerinstallatie. Hier worden de verpakkingen op een lopende band geplaatst om de inhoud van de afvalverpakkingen te controleren. Met X-stralen wordt de inhoud van de verpakking zichtbaar. Zo kan men eventuele metalen voorwerpen die in de verpakking zitten uitsorteren. Het afval wordt overgeladen in kipwagentjes, die het afval via een monorail naar de oven brengen. In de oven verbranden ze niet alleen vast afval, maar ook vloeibaar afval, zoals besmette oliën en waterige vloeistoffen. De rookgassen koelen ze eerst af in een warmtewisselaar en daarna met watersproeiers. Vliegassen en gasvormige afvalstoffen verwijderen ze met absoluut filters. De lozingen zijn streng gecontroleerd en blijven ver beneden de waarde van de wettelijke verplichtingen. Na de verbranding vangen ze de as op in vaten van 200 liter, om ze vervolgens naar de zone van de supercompactie te brengen. Omwille van de veiligheid is de verwerking sterk geautomatiseerd. Een pendelwagentje brengt de vaten naar de volgende afdeling. De afdelingen zijn van elkaar gescheiden door tussengangen met zware schuifdeuren. Via detectoren zorgen ze voor de besturing van de wagentjes en bij elke doorgang controleren ze de inhoud van het vat door de streepjescode af te lezen. Alleen als alles volkomen veilig is, gaat de schuifdeur open en kan het wagentje zijn vracht afleveren in de zone van de supercompactie. Daar persen ze de vaten samen met een drukkracht van 2000 ton. In de vaten zitten ook gasbellen of oplosmiddelen. Om ontploffingen te vermijden, moeten ze de vaten eerst perforeren. Onder enorme druk schrompelt zo'n vat dan in elkaar. Uit de pers komen galetten met een hoogte van 15 tot 40 centimeter. In de controlekamer noteert de computer het gewicht, de hoogte en de straling van de galetten. Hij berekent dan in welke volgorde ze door een grijparm opgehaald kunnen worden. Het transport houden ze met een televisiecamera nauwlettend in de gaten. De galetten stapelen ze zo op in grote standaardvaten van 400 liter. Elk van die vaten krijgt opnieuw een streepjescode. Onder die code staat de inhoud van de oorspronkelijke vaten genoteerd. De 400 liter vaten gaan verder naar de zone van de cementering. Daar vullen ze de vaten op met cementmortel. Het afval zit dan stevig ingesloten en het beton biedt een goede afscherming tegen radioactieve straling.
De 400 liter vaten harden verder uit in de uithardingskamer. Ook deze belangrijke fase controleren ze van op afstand. Daarna mag het deksel opnieuw dicht en kunnen ze het vat hermetisch afsluiten. Voor het deze afdeling mag verlaten, meten ze nog een laatste keer het gewicht en de straling. Van hieruit vertrekt het vat met een vrachtwagen naar het tijdelijke opslaggebouw. Daar worden de vaten met een grijper via het dak van de vrachtwagen genomen. Een laatste visuele controle van het vat gebeurt door Niras. Zij kijken na of het vat voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld voor de uiteindelijke berging. Pas dan kan het zijn plaats in het opslaggebouw krijgen. We hebben nu het afvalbeheersysteem van Niras in de praktijk gezien. Het afvalbeheersysteem omvat verschillende stappen. Het beheer aan de bron, het transport, de verwerking, de tijdelijke opslag en het beheer op lange termijn. Dit systeem zorgt ervoor dat het radioactieve afval op een veilige en doeltreffende manier wordt beheerd. Nu en in de toekomst.